In deze podcast hebben we het over e-mailarchieven en hoe je die wel of juist niet handig indeelt. Welkom bij de Mailbox Master podcast van Vivianne Kroonen. In deze podcast leer je hoe je nog handiger met je e-mail, werk en tijd kunt omgaan. Vivianne traint bedrijven van de directie tot de assistenten in overzicht houden, prioriteiten stellen, plannen en andere productiviteit tips en tricks. Welkom bij de podcast. In deze podcast gaan we het hebben over e-mailarchieven. Ik weet sowieso wel hoe je het heel onhandig kan doen. Ja, dat weten de meesten. Ik denk er zijn een paar vormen van het onhandig doen, toch? Want het is hoe ik het vroeger deed, was gewoon mijn inbox was mijn archief. Maar daar hebben we het in een eerdere podcast wel over gehad, waarom dat niet handig was. Nee, dat klopt. Ja. Maar wat zie je nog meer wat onhandige manieren zijn van een archief? Wat ik heel vaak zie is hele boomstructuren aan mappen, zo noem ik het altijd. Yeah. En daar ben ik ooit zelf ook mee begonnen hoor. Want ja, ik wist ook niet hoe ik dat het handigste kon doen. Dus ik maakte gewoon voor ieder onderwerp wat ik dacht dat belangrijk was, een nieuw mapje. En dat zie ik dus ook heel vaak terugkomen. Yeah. Dat is soms wel handig en heel vaak ook niet handig. Want het kost en extra tijd om je e-mails te archiveren op het moment dat je binnenkomt. We hebben het in een van de eerdere podcasts over het OBO-model gehad. Yeah. Dat je een mailtje... Mm-hmm. Je opent het mailtje, je beslist erover en vervolgens ga je hem organiseren. Mm-hmm. Stel je nou voor dat dit mailtje klaar is, je hoeft er niet iets meer mee, maar je wil hem toch bewaren omdat het belangrijke informatie is of je wilt toch nog eens terugkijken. Nou, dan is het handig om hem in je archief te zetten. En stel je voor dat je meerdere mappen hebt, dan komt er dus eigenlijk een extra beslissing bij. Yeah. Want hij kan in dat ene mapje, maar hij kan eigenlijk ook in dat andere mapje. Dus je maakt het niet per se makkelijker op dat moment. Nee, precies. Mm-hmm. En stel je nou voor dat hij eigenlijk in beide kan. Waar ga je dan zoeken op het moment dat je hem terug wil gaan vinden? Want dan ga je dat ene mapje zoeken, maar misschien ook in dat andere mapje. Ja, precies. Ja, dus dat kost eigenlijk alleen maar, dat kost 2 keer extra tijd. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, maar dan in OneNote. Want natuurlijk door de tijd heen heb ik dat allemaal een stuk handiger georganiseerd. Maar op het begin had ik dat nog wel vaker. Dat was van, hé, waar staat het nou precies en waar moet ik kijken? Ja. En inderdaad, eigenlijk hoe simpeler het dan is, hoe makkelijker. Ja, hoe simpeler, hoe makkelijker. Dus... het was wel grappig, want op de site staat een boekje wat je kunt aanvragen over waarom mailboxen exploderen. Oh ja, dat boekje, die is leuk. En dat had Kees dus gedaan en die stuurde me naar aanleiding van een boekje, stuurde hij mij een berichtje op LinkedIn. En ik zal hem even voorlezen, want ik vond zijn berichtje aan de ene kant heel grappig, maar ik snap ook echt zijn struggle. Yeah. Dus hij zei, hoi Vivianne, ik stond perplex te lezen om alles in één folder te stoppen. Terwijl ik 8 landen, kantoren en vele onderwerpen te maken heb. Onder andere verantwoording voor finance, IB, IT, office management, noem maar op. Het lukt me niet om iets terug te vinden met search. Dus laat staan dat ik alles in één folder stop. Hoe kan ik het dan nog terugvinden? Nou ja, goed. Ik snap dus de struggle. En ik zeg ook niet dat je per se naar één map moet. Yeah. Het kan echter wel. Mm-hmm. Dus op het moment dat je... Want jij had alles in één map. Je had alles in postvak in. Gewoon alles was in postvak in, precies. Ja, inderdaad. En nu heb je nog wel heel veel in één map. En dat is eigenlijk een archiefmap. Eigenlijk is mijn belangrijkste map is nu inderdaad archief. Ja. En dan vervolgens heb ik nog een soort van later doen mapje. Ja. Waar dingen ingaan. En postvak in is zoveel mogelijk helemaal leeg. Ja. En volgens mij is dat hem. Ja, ik heb soms nog van mensen uit het team die dingen doen naar... dat is een mapje alleen lezen. En dat is gewoon het team heeft dingetjes gestuurd. Ja. En ik moet er even gewoon de gezien hebben dat het gebeurt. Ja, kan je een beetje zien als een cc-mapje bijvoorbeeld. Ja, dus jij staat erin ter cc. En dat is eigenlijk alleen maar informatie. En als je dat 1 keer per week of 1 keer per 3 dagen zou doorlezen, even kort... Precies. Dan ben je weer even op de hoogte van wat er heeft gespeeld. Ja, en dat is ook eigenlijk het enige. Meestal scroll ik er doorheen, kijk ik even wat er ongeveer in staat. En dan gaat het in 1 keer naar de archiefmap. Ja. Welke ik trouwens nog beter kan gebruiken is de prullenbak. Want nu doe ik echt alles in het archief. Ja, en dat precies. doe ik natuurlijk ook weer niet. Nee. Dus de prullenbak is inderdaad handig om te gebruiken voor alle mailtjes die je echt weg wil doen. Ja, ik bedoel, sommige dingen hoef je gewoon echt niet te bewaren. Dus druk dan gewoon op de delete-knop. Daar is de ICT-afdelingen zijn er ook altijd heel blij mee. Ja, want dat betekent weer dat er minder data is en dat kost weer minder. Ja. Dus ik weet het omdat ik heel lang bij ICT-afdelingen heb gewerkt. Ja. Ook in samenwerking. Ja. Dus dat is altijd goed om te doen. Mm-hmm. En daar blijft je postvak ook sneller van. Want je kunt je voorstellen... hoe meer e-mails er in Outlook staan of in je mailbox, mm-hmm.
hoe langer het duurt voordat hij dingen heeft teruggevonden. Ja. Dus als jij nu gaat zoeken in jouw archiefmap, terwijl daar alles nog in staat, dan moet Outlook moet meer dingen doorzoeken, meer mailtjes doorzoeken, voordat hij het resultaat heeft gevonden waar jij naar zoekt. Ja. Dus ik zeg altijd, dat is ook de reden waarom ik, en ik ga even uitleggen stap voor stap welke mappen je dan kunt gebruiken. Mm-hmm. In eerste instantie is één map, kun je dus mee uit de voeten. Okay. Noem je algemeen archief. Ja. Ja, daar kun je gewoon alles in stoppen. En vervolgens kun je met de zoekfunctie van je e-mailprogramma kun je daar mailtjes in terugvinden. Maar hoe ga je die goed vinden? Want dat, of wilde je dat? Ja, precies. Ja, inderdaad. Want dat is een goede vraag die ik eigenlijk bijna altijd wel krijg. Maar ja, hoe ga je die dan goed terugvinden? Ja. Nou, dat best handig als je goed weet hoe de zoekfunctie werkt van je mailsysteem. Ja. Dus werk je met Outlook. Ik heb er een video over gemaakt. Die komt op het YouTube-kanaal binnenkort. Dus kijk dan even op het YouTube-kanaal. Want daar leg ik helemaal uit hoe de zoekfunctie in Outlook werkt. Werk je met, met Mac of met... Kijk, Gmail heeft natuurlijk gewoon sowieso een supergoeie zoekfunctie. Want Gmail is gelinkt aan Google, is van Google. Dus Google is natuurlijk de zoekmachine. Dus die zoekfunctie is gewoon prima. Maar in principe zijn eigenlijk alle zoekfuncties in de programma's van de bekendste mail de systemen zijn gewoon prima. Dus aan de ene kant kan het liggen, als je dingen niet kan terugvinden, aan de zoekskills. Die kun je verbeteren, daar kun je zelf iets mee doen. Heb je daar tips over of is dat een goede voor een andere podcast nog? Om, Kijk die video. Oké, gewoon in die video zitten. Want ik kan tips geven, zeg maar, nu het uitleggen. Maar in die video zie je de voorbeelden ook. Om het gewoon te zien welke knopjes je moet gebruiken. Want dat kan ik in de podcast. Dus waarschijnlijk staat hij nu al online naar het YouTube-kanaal. Video kijken over zoekskills. Inderdaad. Ja. Dus als je één algemene archiefmap hebt, dan kun je daar gewoon al je mailtjes naartoe archiveren. Maar soms is het handig om bijvoorbeeld ook een aantal projectenmappen te hebben. Nou, ik weet nog toen ik nog in mijn secretaressefunctie zat, dat ik een personeelsfeest moest organiseren. Dat was best wel een groot projectje op dat moment voor mij. Want ik had contact met de cateraar, met natuurlijk de leidinggevende, met alle mensen die moesten uitnodigen, dus de medewerkers, met de locatie. Zo hadden we van heel veel verschillende, met heel veel verschillende partijen hadden we contact over heel veel verschillende onderwerpen. Dan is het best handig op het moment dat jij even aan dat project verder wil gaan werken, aan dat personeelsfeest, dat je alle communicatie over dat specifiek project bij elkaar hebt. Dus kan je zeggen, dan maak ik daar even tijdelijk, een mapje van. Zodat op het moment dat zolang dat project eigenlijk loopt. Stel je voor dat project op een gegeven moment... Maar waar ligt dan de grens? Zeg maar, waarom zeg je van, voor een project van een bedrijfsfeest doe je het wel. Ja. Maar waarom zou je het dan niet voor, zoals Kees zei, voor bijvoorbeeld IT heb ik een aparte map dan ook. Ja. Nou, de vraag is, komt een mailtje altijd van een specifieke afzender? Dan hoef je er in principe geen map van te maken. Omdat je hem kunt zoeken. Ja, die kun je gewoon opzoeken. Als je namelijk zoekt op die naam. Ja, geef gewoon de naam van je CFO of whatever. Precies. En dan vul je die in. Precies. Dus dan heb je, en vaak bijvoorbeeld IT mailt heel vaak vanuit één specifiek e-mailadres. Dan kun je die op die manier kun je die allemaal vinden. Soms kom ik namelijk ook tegen in het bedrijfsleven dat bijvoorbeeld een teamlid heeft van al zijn collega's, waar die vaak mee mailt, heeft voor iedere collega een apart mapje. Dat is wel echt waar zoek voor bedoeld is. Ja, precies. Dat is echt waar zoeken voor bedoeld is. Dus dat is niet per se handig. Ja. Dus op die manier kan je dus projectenmappen gebruiken. Als je dus met... Het voelt voor mij, ik weet niet of het helemaal klopt, maar het voelt voor mij een beetje alsof je gaat van, als ik recepten zoek, dan doe ik het in Google. Als ik, niet dat ik dat doe hoor, maar ik kan me voorstellen dat het een beetje zo is. En als ik, weet ik veel, how-to video's wil, dan doe ik het in Yahoo zoeken. Als ik dit, dan doe ik het in Bing. Terwijl je het allemaal gewoon in dezelfde zoekmachine ook zou kunnen doen. Want ik noem wel eens in het voorbeeld van mijn trainingen, bijvoorbeeld als je iets heel specifiek gaat zoeken in Google, dan ga je bijvoorbeeld paarden kopen in Zuid-Limburg. Die neem ik soms als voorbeeld. Dat is best specifiek. Yeah. Maar dan ga je ook niet naar Google en dan ga je ook niet eerst zeggen, oké, provincie Zuid-Limburg, categorie dieren en dan kopen paard of zoiets. Dat ga je niet doen. Dus in principe kun je gewoon prima de zoekfunctie gebruiken om die zoekresultaten een grappig onderzoekje overigens van Google. Volgens mij is het inmiddels een paar jaar oud, dus het zal weer beter geworden of nog sterker geworden zijn. Maar dat zij het verschil merkte tussen toen Google net bestond
En toen, dus dat is een paar jaar geleden, dus nu zal het nog extremer zijn, dat de hoeveelheid zoekwoorden die mensen gebruiken echt extreem omhoog is gegaan. Ja. Dus op het begin deden mensen, als ze iets googelden, inderdaad gewoon paarden. Klopt, ja. En nu is het paard kopen in Zuid-Limburg met een halsband. Ja. Of whatever. Geen idee, ik weet niet zoveel van paarden. Ja. Ja. Maar, en dus inderdaad, mensen zijn al een stuk beter geworden met zoeken. En daar kun je gewoon nog een step-up waarschijnlijk in maken. Ze noemen dat longtail zoekwoorden. Mm-hmm. En voorheen was het meer shorttail zoekwoorden. En dat klopt inderdaad ook wel, want je hebt eigenlijk meer content. Dus er is meer informatie om doorheen te zoeken. Ja. En dat betekent ook als jouw mailbox voller blijft, dus als je nooit iets delete, dan zijn er dus meer mails waar je in moet gaan zoeken. Dus dan zou je specifieker moeten zijn in waar je naar zoekt. Ja. Maar op het moment dat je je mailbox opgeruimd houdt, dan wordt het dus ook makkelijker. Ja, dus, dat klopt. Nou kijk, in het geval van Kees kan ik me voorstellen dat als je met 8 kantoren werkt, dat het fijn is om bijvoorbeeld per kantoor een map te hebben. Ja, dus je raadt hem niet af om te zeggen je mag geen mappen meer. Of je zegt ik ben sowieso niet dat ik zeg van je moet precies doen wat ik zeg. Ja. Het is meer, we geven je in deze podcast wat context, wat informatie over hoe je gedachtegoed. Mm-hmm. En vervolgens kun je zelf opnieuw kiezen hoe het voor jouw werk het handigste is. Want iedereen zijn werk is anders. Iedereen zijn functies anders, uitdagingen, persoonlijke eigenschappen. Dus je kunt gewoon het beste zelf kiezen. Dus je zou hem zeggen, per kantoor doe je een andere map? Ja, bijvoorbeeld begin eens met, als je nu bijvoorbeeld een mapje hebt per kantoor en je hebt daaronder weer IT, finance, managementondersteuning, et cetera. Mm-hmm. Dan ga je nu in plaats van bijvoorbeeld een map met al die submappen eronder, ga je naar één kantoor. Ja, dus je haalt één laag eruit, zeg maar. Dus je zegt alle afdelingen van dat kantoor in die map. Precies, in die ene map. En dan gebruik je die map en dan ga je daarin zoeken. Dus dat scheelt je dan. En dan een extra stap om het te archiveren. En je kunt zo'n zoekfunctie gebruiken. En ik denk dat wat ook heel erg helpt. En misschien ben ik daar uniek in hoor. Maar ik denk dat andere mensen dat ook doen. Maar ik was echt heel slecht met mijn zoekskill. Mijn zoekskill was namelijk scrollen. Dus ik had alles in mijn inbox staan. Als ik dan op zoek was naar een mailtje, ging ik gewoon zo scrollen naar beneden. Tot waar was die ook weer? Oh, hier is dat mailtje. Nee, daar was die voor. Even kijken. Ja, hier was... Ja. Nee, daar was die na. Dus je kan beter gewoon heel specifiek. En alle spam stond er ook nog tussen. Dus echt vreselijk. Je kunt beter specifiek zoeken op bepaalde afzender. In Outlook kun je dus ook nog een combinatie maken dat je filters aanbrengt. Dus je kunt zoeken op een bepaald woord. Dat mailtje is gekomen van die persoon in die periode. Dus dat kun je heel specifiek maken. En daardoor krijg je natuurlijk minder zoekresultaten. En vervolgens heb je sneller jouw mailtje gevonden. Ja. Je moet alleen gewoon net even gezien hebben hoe dat dan precies werkt. Dus daar is die video voor. En binnen, als je het dan hebt over wanneer je wel en niet een map aanmaakt. Nou ja, dan is het dus eigenlijk al wat je zegt is... Iedereen werkt anders. Ja. Dus er is niet een soort van harde regel van dit is wel een map, dat is niet een map. Maar maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Want dat wilde ik vragen. Van wanneer maak je dan wel een map en wanneer dan niet een map? Dus maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Mm-hmm. Ik zeg ook altijd, test het dus even uit met hoe weinig mappen je vooruit kan. Test het bijvoorbeeld eens de komende 2 weken uit met alleen een algemeen archiefmap. Ja. En kijk eens hoe dat voor je werkt. Kun je je mailtjes nog makkelijk terugvinden? Merk je dat het inderdaad zo is dat je... Maar hoe doe je dat dan als het dan toch niet werkt? Moet je dan ze allemaal handmatig weer... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zeg altijd tegen mensen, test het uit. En ik heb nog nooit, tot nu toe, nog nooit teruggehoord. En ik heb echt al best wel heel veel mensen hierin getraind. Dat iemand zei van, oh nee, dat werkt toch niet voor mij. Nee, ja, dat vind ik gewoon eerlijk in. Ja, ik snap het wel. Ja, voor mij werkt het fantastisch. Dus ik ben er blij mee. Ja, de meeste mensen zeggen van, oh ja, inderdaad. Als je weet hoe die zoekfunctie werkt, kun je gewoon prima naar één mapje archiveren. Ja, dat klopt. En ik heb ook voor een aantal lopende projecten heb ik dus een mapje. Maar zodra het project is afgerond, dan pak ik alle mailtjes uit die map op. Die gooi ik in mijn algemene archief. En dan verwijder ik het mapje van het project. En dan kan ik alle mailtjes weer terugvinden in het algemene archief. En dit is super fijn, maar dat is natuurlijk gewoon wat meer overkoepelend met wat jij doet met mailboxen. Het is zo... relaxed om je mail te kunnen openen en niet een soort van meteen een zucht te moeten hebben van, oh, daar gaan we weer. Ja. Er zijn er weer 30 bijgekomen. Ja. Wie was dat nou? Ik was laatst met iemand die had zijn mail even niet gekeken. Toen, een paar uurtjes heb ik niet gekeken. Toen openden ze het. Oh ja, Suzanne was dat. En toen opende ze hem. En toen was echt de eerste reactie van, oh,
Nee, ja. Ik heb hem even een paar uur niet geopend. Ik heb meteen weer 30 e-mails erbij. Ja, oh. Oh, ja. Ja. Nou, dat is misschien nog een leuk onderwerp voor sowieso voor een volgende podcast. Sure. Okay. Ja, wat als je inbox heel vol is? Ja, hoe ga je daar goed mee om? Hoe ga je ermee om? Ja, cool. Ja, zeker. Dus nou, ik hoop voor Kees, als je dit luistert, dat het voor jou in ieder geval helpt. Maar ook als voor de andere mensen die het luisteren, dat je hier wat meer gedachtegoed hebt over hoe je goed met je e-mailarchief kunt omgaan. En hou het gewoon vooral zo simpel mogelijk.